Marcel, in de derde wedstrijd van 2023 is de eerste nederlaag een feit. Ik weet wel zeker dat je meer van deze avond had verwacht. Ja, dit is een teleurstellende avond. Ik had daar zeker meer van verwacht. En ik vind dat we ook geen goed niveau hebben gehaald vandaag. Zowel in het aanvallen als in het verdedigen. Dus wat dat betreft teleurstellend, ja. Je zei net al bij andere media van ik vind Jong AZ een van de best voetballende teams uit de competitie. Is het dan ook niet gek dat je vandaag tegen een nederlaag aanloopt? Nee, want ik vind dat wij als Top Os er altijd voor moeten zorgen dat we er een wedstrijd van maken. En dat hebben we getracht de tweede helft te doen. Daar moet ik mijn ploeg een compliment voor geven. Daarvoor hebben we onszelf in de wedstrijd geknokt. We hebben geprobeerd om eerste helft ook hoog druk te zetten. Dat gebeurde ook bij Vlagen. Alleen je hebt ook te maken met een tegenstander. En ik moet heel eerlijk zeggen, de voetballende kwaliteiten van deze tegenstander... Ik denk dat die buiten kijf staan. Dus wat dat betreft voetbalde hun zich makkelijk onder de druk uit. Daar konden we niet echt vat op krijgen. Dat was wel jammer, ja. In de tweede helft voetballen jullie op de helft van Jong AZ. Maar echt tot hele grote kansen leidt het niet. En uiteindelijk is toch Jong AZ wat effectief is en op 0-2 en op 0-3 komt. Ja, nee, inderdaad. Je weet dat je op het moment dat je gaat drukken, opportunistisch gaat spelen... vrij ver druk vooruit speelt. Ik denk dat we in de 16 van hun druk proberen te spelen op hun keeper, op hun centrale. Ja, dat er natuurlijk ook ruimte ligt in je rug. En ik hoef niemand hier uit te leggen dat Jong AZ opleidt voor de absolute top in Nederland. Dat daar gewoon echt goede spelers voor in staan. Dan kan het incidenteel eens een keer voorkomen dat ze doorkomen. En dan is het ook meteen een doelpunt. Maar wat dat betreft zagen we de verdedigend ook in sommige situaties niet echt heel goed uit. Een goede leerschool weer en onze rug rechten en aankomende vrijdag hebben we weer een wedstrijd. Dus. Toch nog een beetje positief nieuws. We weten allemaal dat John Margriet hartstikke goed kan voetballen. En vandaag komt hij de tweede helft erin en bewijst hij toch wel weer. Nee, maar we weten dat Jerome Margriet natuurlijk heel veel individuele kwaliteit heeft. En zomaar vanuit het niets een goal of een assist op zijn naam kan hebben. Dus wat dat betreft, dat heeft hij vorig jaar genoeg bewezen. Dus ik ben blij als trainer dat hij weer een speler is van de selectie van Top Os. En nogmaals, dan kan hij zijn waarde voor de club en voor het team brengen. Met welk gevoel ging jij vandaag een beetje de wedstrijd in? Want natuurlijk, je hebt toen die drie punten eigenlijk zijn weggeschrapt. Dus je kon eigenlijk ook niet heel veel winnen vandaag. Je viel eigenlijk alleen maar wat te verliezen. Ja, vaak kun je inderdaad alleen maar verliezen. Ja. En, dat is spijtig. Nogmaals, we hebben deze wedstrijd gewoon als normaal behandeld. Je moet ook niet te veel meer terugkijken. Maar helaas was deze tegenstander een maatje te groot voor ons. Laten we dan meteen vooruitkijken. Vrijdag NAC thuis, een heel mooi Brabants onder rondje. Ja, fantastisch. Ik heb die jongens ook al voorgeschoteld van de week. Wat is er nou mooier om drie wedstrijden in de week te voetballen? Nogmaals, we hebben afgelopen vrijdag hebben we wel 62 minuten met die man gespeeld. We hebben echt heel veel kracht verspeeld om uiteindelijk tot een resultaat te komen. Dat zag ik eerst helft wel ietsjes terug vandaag. Dus we hebben nu weer even een paar dagen om bij te komen. Ja, om vervolgens vrijdag weer hier thuis tegen NAC een geweldige wedstrijd van te maken. Want nogmaals, ik denk dat wij moeten spelen om te winnen. Wedstrijden moeten spelen om in onze kracht te komen. Dus wat dat betreft ben ik wel weer heel positief gestemd richting vrijdag. Ja. Rick, was dit voor jouw gedachtegang misschien een beetje een rare wedstrijd? Wetende, je hebt hem al een keer gewonnen in november. Nu mag hij op herhaling en eindigt hij toch in de domper. Ja, dat is toch heel erg jammer? Dat is zeker jammer. En tuurlijk, we wisten dat dit een inhaalduel was die we al gespeeld hadden. Alleen, daar is best wel snel een streep onder gezet, onder dat hele verhaal. En we wisten dat we deze moesten spelen. Klaar, moet je accepteren. En hebben we vandaag het beste van proberen te maken. Alleen, is dat helaas niet gelukt. De wedstrijd begint al een beetje raar, meteen met een penalty moment, die pakt Thijs goed. Uiteindelijk krijg je toch wel een mooie 1-0 tegen. Ja, zeker te weten. Kijk, het is natuurlijk lekker, een lekker begin voor ons dat Thijs een penalty pakt. Want dan, dat geeft toch vertrouwen en dan krijg je het gevoel, als dat mee zit, dan zit je er al lekker in. Maar je krijgt wel een goede goal tegen uiteraard. Dat is op een slecht moment denk ik en dat is altijd. Alleen. Ja, het was wel in een fase waarin we net wat meer grip kregen, had ik het idee. Alleen toen kregen we hem wel tegen. En dan loop je op een gegeven moment de laatste 20 minuten van de eerste helft, heb je het moeilijk. Moet je achteruit en dan wordt het een lastige wedstrijd. In de tweede helft hebben jullie ook die grip. Jullie voetballen heel veel op de helft van AZ, maar komen niet echt op grote kansen. En uiteindelijk is het Jong AZ dat twee keer toeslaat. Ja, klopt. En dat is denk ik het verhaal van vandaag. Wat ik zeg, we krijgen het goal tegen, dan hebben we 20 minuten lastig. Alleen houden we het wel bij elkaar.
zodat we in de rust wat om kunnen zetten. En van daaruit hebben we denk ik goed laten zien waartoe we in staat zijn in de tweede helft. Alleen wat je zegt, we komen tot te weinig kansen op dat moment. En dat is jammer, want we zijn vaak genoeg rondom de 16 geweest. Waarbij het soms net aan de eindpas ontbrak of aan de bezetting. Bij cornerballen waren we nog een paar keer gevaarlijk. Maar dat is zonde. Was het dan een lesje effectiviteit? Ja, zo kan je het zeggen. Maar ja, weet je, zij hebben ook wel wat kansen gehad. En vooral in de counter, omdat wij natuurlijk voor de gelijkmaker gingen. En ja, volgens mij was het net een kwartier voor tijd voordat we de goal tegenkregen. En dat is een moeilijk moment natuurlijk. Jullie begonnen het nieuwe jaar goed met een overwinning op Telstar en een puntje uit bij Roda. Met een nieuwe interim hoofdtrainer, Marcel van der Sloot. En hoe kijk jij nu tegen de toekomst aan? Ik weet er verder ook niet zo heel veel van wat de toekomst gaat zijn en gaat brengen. Want ja, ik weet ook niet precies wat die regels zijn. Maar voor nu zijn we gewoon bezig met die reeks die we ingezet hebben een vervolg te geven. En vandaag niet met een resultaat. Maar wel om te laten zien dat we een strijdbaar team zijn. Dat hebben we zeker de tweede helft laten zien, denk ik. En die fase willen we doortrekken en richting vrijdag als NAC weer op bezoek komt. En dat is het enige wat we nu met z'n allen weten en dat is wat we willen doen. En alles wat daar dan omheen gebeurt, dat horen we vanzelf wel. Dat is het enige wat wij kunnen doen, dat een vervolg geven.